Welkom bij de Teleshop test. Vandaag testen we de Miracle Peeler. Dat is deze. En je krijgt er een super mooie bonus bij. Want het is natuurlijk as seen on TV. Krijg je altijd een bonus. En dat is deze mandoline. Hij peelt deze aardappel. Die een beetje lijkt op een voet als je hem zeg maar verder weg hebt liggen. Heel goor, sorry, ik weet het. En julienne with the other. Dus dan krijg je super mooie spaghetti-achtige courgette sliertjes. Wat ik dan wel weer heel hip vind. Dat is dat. En daar is de poes. En aan de andere kant zien we nog even wat meer info over de Miracle Peeler. Bijvoorbeeld dat hij een rubberen gripje heeft. Waardoor je meer comfort hebt natuurlijk. Maar vooral dat je minder fatigue handen krijgt. Dus vermoeide handen. Oh ja, gourmet recipe guide included. Nou, je ziet dat dit de hoogstaande cuisine is. Gourmet van de bovenste plank. Uit de jaren 70 volgens mij. Maar dat maakt verder niet uit. We gaan het beleven. Patent pending. Het is tijd om de Miracle Peeler te gaan testen. Uitpakken, beleven, ervaren. En er verslag over te doen. Daar ligt hij dan, de hele Miracle Peeler set uitgepakt, uitgepield en wel. Even nog snel de producten van dichtbij bekijken voordat ik het echt ga testen. Dit is natuurlijk de Miracle Peeler zelf van dichtbij. Je ziet dat hij niet fantastisch is afgewerkt, maar dat hoeft niet af te doen aan hoe die gaat raapsen. Nou, daar kan je een mooi nummertje op maken. Ligt wel lekker in de hand, dus die grip, dat belooft veel. Dat gaan we testen. Dit is dan de mandoline die straks zo gaat. En dan moet je dit mesje hier installeren. Dat staat allemaal uitgelegd in deze prachtige gourmet recipe guide. Hartstikke fijn, ook met instructies dus. En zalige recepten met prachtige hoogstaande foto's. En deze kan ook natuurlijk op de plank tussen al je andere mooie kookboeken. Neemt gelukkig niet zoveel plek in. Ik ben super benieuwd, nieuwsgierig en ik heb zin in om het te gaan testen. Hi, Mark Gill here for the Miracle Peeler, the new dual blade peeler that effortlessly peels on one side and easily juliennes on the other. Watch, the ultra sharp peeling blades work in both directions, slicing your prep time in half. Peel just a thin layer of skin from potatoes and veggies with no waste. Quickly and easily peel eggplant in seconds. Even peel carrots in both directions. That's twice the peeling in half the time. Then, with a simple flip, julienne carrots to top a salad. Or julienne zucchini for healthy veggie noodles. The secret is the dual German-quality stainless steel blades that effortlessly peel veggies on one side and easily juliennes on the other. With a non-slip rubberized grip and blades so sharp, you can peel with just two fingers. So strong, they can peel the skin of this pineapple. Even butternut squash is no match for the Miracle Peeler. Guaranteed to never dull. Tough enough to cut wood, yet precise enough to peel tomato skin so thin you can read through it. Shred cabbage for homemade coleslaw. You can even slice with Miracle Peeler. Hard cheese, soft cheese, any cheese with ease. Daar gaan we dan testen. We beginnen met de gewone kant, de niet julienne kant. Oh, gaat echt super soepel. Oké. Nog even in. Betere poging. Nou, dat gaat op zich prima. Ja, gaat eigenlijk best wel goed. Oké. We gaan hem nu testen met de julienne kant. Dus dan wordt het van die slierten als het goed is. Heb ik mijn slierten? Oh ja. Oh. Het is sowieso niet heel makkelijk om een pompoen te schillen. Dit haat ik sowieso al best wel heel erg. Het gaat wel mooi mee met de vorm van die flespompoen. Dus het rammelende, dat dit allemaal een beetje lossig zit. Dat is eigenlijk toch wel heel goed. Worteltje. Oh, dat gaat vergeleken met de pompoen echt vet easy. Super mooie wortel overigens ook. Nou ja, en dit gaat eigenlijk hetzelfde als bij die komkommer. Dit gaat echt heel goed. Hij gaat heel erg mee met de vorm van de tomaat, wat op zich wel logisch is, maar...
wordt een beetje een zooitje. Ik ben niet heel tevreden over hoe die dit doet. Oké, dan is het nu tijd om de mandoline te gaan testen. Het gaat vrij eenvoudig. Ik hoop dat het nu ook weer zo makkelijk gaat. Je klikt hem er zo in. Wat? Net als op de week. We hebben natuurlijk ook nog deze tool gekregen. Dus die ga ik er even op installeren. En dan kan je dus geheel veilig, zonder je eigen vingers eraf te raspen, dit doen. Alleen de komkommer is een beetje te lang. Dus ja, daar heb ik niet genoeg grip op dat ding. Oké, dat werkt niet. Jammer, ik ras mijn vingers er wel af. Daar gaan we. Hier ben ik niet vies van. Dit gaat toch best wel goed. Ta-da-da. Nou jongens, het is echt helemaal niet slecht. Ik doe nog één poging. Nog een knetter. Om het dus veilig te doen. Ik vind het niet de meest geweldige ervaring. Komkommer is toch wel wat relaxter. Maar oké. Okay. Kijk, dit is toch wel mooi. Leuk om mee te garneren of in de salade. Hartstikke feestelijk. Zo, in de bak. In de herkansing is hier dus el tomato. Bam. Gaan. Hey, dit werkt echt een stuk fijner. Veel fijner dan alleen de rasp. Maar ja, eigenlijk wel weer een beetje hetzelfde probleem. Want hij gaat weer mee met de vorm van de tomaat. Daardoor pers ik zeg maar nu al het vruchtvlees erdoorheen. Het wordt gewoon rammend lelijk. Ja, het moet natuurlijk wel lekker zijn, maar nee, dit is geen succes. Tomaat en miracle peeler, there are no fans. Dan nu de ultieme test, het snijden van hout met de miracle peeler. Ze doen het ook in het instructiefilmpje, dus wij gaan het ook doen. Iets wat je misschien niet elke dag gaat doen met de miracle peeler, maar het moet toch getest worden. We hebben een stukje grenen genomen, dat is niet mega hard hout, maar ook niet super zacht. Dus eerlijk is eerlijk, dacht ik zo. Oh, dit is heel erg. Ik heb echt het idee dat ik de miracle peeler op dit moment aan het vermoorden ben gewoon. En het hout eigenlijk ook. Lekker naar je toe snijden, ook misschien niet zo handig, maar goed. Oké, okay. Dit gaat. Maar in het instructiefilmpje ging het volgens mij echt met een snelheid van 120 km per uur. Oh, dit klinkt toch niet goed. Oké. Okay. Dit is wel zonde van de miracle peeler, lijkt me. Misschien moet ik even kijken hoe goed hij het nu nog doet. Want het voelde alsof ik het hele mes kapot trok. Oké, okay. Kijken of dat hij de komkommer nog steeds wilt raapsen. Oh, ja. Nou, oké. Okay. Kan dus wel tegen een stootje. Maar ik zou niet zeggen dat hij hout heel goed snijdt. De conclusie van de miracle peeler. Ik vind hem lang niet gek. Hij snijdt komkommer, redelijk harde wortel en de flespompoen in de welving eigenlijk echt heel goed. Ook de mandolin stelt niet teleur, behalve met de tomaat. En dat zegt denk ik toch wel iets over de kwaliteit van de mesjes. Die zouden dan nog wel een stukje scherper moeten zijn. Ik zou er ook geen hout mee snijden. Maar al met al ben ik best wel heel tevreden. Dus niet per se een slechte aankoop. Ik geef het een 7,5. Bedankt voor het kijken. En is er nou een product dat jij getest wil zien? Laat het dan eventjes weten beneden in de comments. En wie weet is de volgende keer jouw product aan de beurt. Bye!